Daniel Scholten uit Westerlo. Daniel Scholten, de tweede vrouwelijke deelnemer. In die klasse 3, toch twee vrouwelijke deelnemers. Deelnemers. Ook zij doet reeds jaren mee. Ook de ploegwedstrijden hebben elkaar ook eens gezien. Ploegwedstrijden van de PO, van de ploegcommissie. Voor deze Renault. Eén gaatje te hoog gaat, maar nog een gaatje lager gaat, dan laat hij nog iets verder gekomen. Arjan Scholten, met de benzine. Ik ben er ook uit terug, nee. Ja, kijk u, en dan
dan is het stop, is het afgelopen, misgeschakeld. Helaas over voor Arjan Gennewink. Goed, en dan gaan we voor de proeftrek in de klasse 5. De eerste trek is altijd de proeftrek. Daar wordt gekeken of de wagen goed afgesteld staat voor deze klasse. Ik dacht dat Rob van de Munnik erin zag. Jawel, Rob Roofink uit Hengelo. Iemand die ook al jarenlang ervaring heeft met die trekkentrek. Kijk, en hij staat ook gewoon automatisch niet terug. En nog een keer terug. Ja, hij moet toch vrij vaak terug. 80 meter. En het wordt vrij moeilijk. Ziet u eerst de blauwe pluim over de finishvlak van de Rabobank. En de wind is van de boer. En het is een voetboer. Die is een vlak. Kunnen we beginnen? De messen zijn niet verder naar beneden gesteld. Iets meer losaf kreeg hij er dan, onder de sleepboek. Op de Hurleyman, 61-17. Edward Eerding. Absoluut water in de banden. Kijk eens, er is gewoon de hoogte straat op de rust. 55 meter. Hey, Beur en Klein is ook heel leuk hier. Heel leuk aan jullie. Gert-Jan Volk, met is jong hier. Gaat naar de linkerkant van de baan, heeft geconstateerd dat het daar flink hard is. Ja, Maud Heijker heeft moeite, hij kan wel terug met de versnelling. En dat doet hij niet ook, maar ik denk dat hij te laat is. Met Rob Roofink op de bok. Ja, hij heeft net de proeftrek gedaan. Kwam toen tot die voetboel, maar het is natuurlijk ook wel één van de sterkste trekkers in deze klasse. Hij kan gewoon 4 of 5 keer terugdagen. Als hij de vaart er maar in houdt, zo'n rode wielen draaien en de steenboel stilstaat, of de wielen stilstaan, is het gebeurd. Rob Roofink komt over 81 meter. En is dus één van de sterkste in deze klasse. Ja, ja, kijk eens! Heb ik nog nooit aan, hè? Rond de 80 meter, dat is toch Elbring, maar ondertussen is Roy Scholten vertrokken. Roy Scholten met de kort 86-70. Kijk eens aan, jongens, dit gaat super tempo. Alleen nog eens. Ja, ja. En hij schakelt weer, die port die schakelt toch niet zo makkelijk. Altijd zie je even dat knap in die ketting. Hij kan nog verder terug, hij kan nog veel verder terug, maar hij moet die snelheid erin houden. Rond die 65 meter. Wordt het ook weer moeilijker en dan is het afgelopen. Van Dijk afgezwaaid. Hij probeert langzaam op gang te komen, hij komt langzaam op gang en kijk eens even. Die dan mee kunnen nog in de pro-stapklasse. Kijk eens, daar wordt hij losgetrokken. Hij krijgt een omgang en dan komt, kijk eens, hij doet de lift erbij aan. Ja, het doet ook een wortel. Ja, daar gaat hij maar. Kijk eens. Kakenman met de broer hier. Maar yes, Marks van Dijk met de voortzetting in de ronde en hij is op
sneller is gekomen. Ik denk dat hij nog iets meer is. Die is wat er daar uitkomt. Ben ik eens aan de kant en dan wordt hij afgevlaagd. Dit is het zelf 1160 met 3 turbo's, 10 turbo's. En dit is echt trekken, trek. Jongen, 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 wat gaat dit stil? Ja, en alles is weg aan het eind. En daar komt de vrienden. En nu zijn we er zeker van dat hij de voorwielaandrijving eruit heeft. Hij zegt, ik heb zonder voorwielaandrijving getrokken, dat komt van de banden. Nou, we zullen het zien. Moet jij zeggen, we hebben een vrolijke deelnemer en daar zullen we ook lang van genieten. Er staat zeker wat op die voet. Moet wat, er wordt bijzonder veel kruiden hier op staan, anders dan gaan jullie zo laten horen. Daniel Scholten met de Renault in de 34. In de klasse 3, met nog 3 trekkers te gaan. Jullie! Ja, de baan is vrij. Kijk eens even. Daar komt het. Van der Berg. Ja, ziet eronder.
Ja, schitterend, dat was bijzonder weer een keuze, jongens. Dit is de prestatie. Met de verkeerde van de Rabobank. Sanderberg, met de voortzet ondertussen weer al gereed. Zeker. En die wordt afgeslacht en dan komt de injectie erin. Zo. Ah, 9600, even een verstellingje hoger geprobeerd. Maar helaas, dat ging niet. Ja, en nu heeft hij de goede verstelling wel te pakken. Kijk eens even. Ziet eens wat er zelf weer. En dan komt die trak ook bijzonder snel naar voren, bij dat begin. Kijk, ook hij komt er heel erg. 40 meter. Oh, 40 meter. Ja, en dan gaat het toch. Alle kracht verloren. Trek hem helemaal uit de motor. Tot het gaat goed. Voorzitter. Jawel,
halen. Ook hij gaat voor die voor Fonfon. En we zullen het zien. Maar hij kan niet terug in versnelling. Dat hebben we gemerkt bij die eerste trek. Maar met die hoorde man, rijd je hem nou rustig naar het zijn. Arjan loopt wat verder. Ja, en dan is het toch op bij de Hurlimann. De weer vroeg weer in beweging, jongens. Kom op, tempo, nog haast maal. Arjan Levers uit Boekelo. Dan gaan we verder met klasse 2. Op de derde plaats, Arie Pelster, oftewel Sip Arie. Er zal wel bij Diane zitten. Lansink. Met een cowboyhoed. Wat voor plaats had je ook alweer? Daarom even kijken. Dan gaan we verder met de klasse 5. Op de derde plaats, Roy Solden. Een sprong over het hek, hè. Rob Rolf, ik graag ook even naar voren. Rob. Hij lachte al bij de laatste trek dus. Hendrik, hoho. Proficiat. En dan Rob, de eerste prijs.